altijd alles zo perfect. Van u, voor hen, een open doekje. En tot de volgende keer. En sterkte met jullie lessen. Wij vragen de koppels om binnen te komen. Terwijl alle anderen afgaan door de kostuum, zie je niet meer wie is eigenlijk een beetje. Daar moet je helemaal aan wennen. Dit was moeilijk, hè? Moeilijkste van alles? Ja. Ja? Voel je wel? Jij ook, Jan? Ja. Wilma, kom eens bij ons en vertel eens. Laten we eens beginnen met de partner van Marion Curvers, Jan Christiaans. Dan moet ik eerst zeggen dat ze opvallend alle zes ongelooflijk goed gezongen hebben. Dat is heel, heel uniek tot nu toe, vind ik. Daar valt gewoon niets meer over te zeggen. Ze hebben allemaal echt heel goed gehad. Dat maakt het alleen maar lastiger. Ja, dat maakt het dadelijk nu nog moeilijker. Maar om met hem te beginnen, ja, wat ik al zei, hij heeft zuiver gezongen. Hij had een hele leuke tekst. Hij stond niet voor paal en ik geef hem 4 punten. Ja. En Paul, die had vooral geestige tekst. Alleen al hoe zijn pet in zijn ogen hangt, vind ik reuze. Dat vind ik, ja, op zich al heel erg goed. En hij was ook heel erg goed. Ik vind hem 5 punten waard. Ja, het blijft moeilijk en dat zegt ook wel iedereen. Hij had ook een geweldige flair, goede tekst en... Ik moet hem ook 5 punten geven. Dat mag hoor. Ja, natuurlijk. Ja. En nu gaan we bij Marion. Hè? Marion. Ja. Ja, ze zong erg zuiver. De tekst was goed. En ze was vooral erg lief, vond ik. Vond ze trouwens alle drie erg lief. Ik wilde haar 4 punten geven. Marion, 4 punten. En Aafje. Eigenlijk hetzelfde. Ik vond het erg lief, erg charmant en ook 4 punten. Het is misschien erg saai dat ik dan steeds hetzelfde moet zeggen, maar het is nog eenmaal zo. Mirjam vond ik ook erg lief. Ja, en ook 4 punten, ik kan er niks aan doen. Ja, nee, maar het klopt. Het klopt, hè? Ja. Het is waar, we hebben het allemaal kunnen zien. Iedereen zal het beamen, ze waren eigenlijk alles. En de teksten vooral ook, klopten bij elkaar. Er werd niet meer gerommeld. Jullie hadden een beetje een mise-en-scène ingestudeerd. Het was erg goed. We danken jou heel hartelijk. Wilma, toi. Groet aan Richard en aan Marco. Dankjewel. Wel thuis. Ik vond het ook fijn. En deze jou. Schitterende bloemen voor jou. Oh, dankjewel. Mooi. Dames en heren, Wilma Driessen. Schat van de vrouw. Kom maar naar voren, jongens. We gaan naar het totaal scoren. Zo, het zit erop. Spanning is voorbij. Weten jullie nog hoeveel punten je had samen? Zullen we eens gaan kijken? Er stonden er 5. En wat komt erbij? 4 en 4 is 8. Dus dat is 13. Aafje de Blois, hoeveel punten heeft zij? 11. En daar komen wij. 5 en 4 is 9 is 20. En Mirjam de Kleine en Gert. 5. En daar komen wij. 5 en 4 is 9 is 14. Dus op de eerste plaats Aafje de Blois en partner. Fanfare voor het beste koppel. En op de tweede plaats dus Mirjam de Kleine met 14 punten. En derde plaats Marion Curvers. Maar nauwelijks van belang eigenlijk. Jullie hebben alle drie in eerste plaats verdiend. Want jullie hebben het alle drie erg goed gedaan. Maar door diverse spelletjes en vooral de woorden. Hè, de woorden was je erg goed in natuurlijk. Hè? Ja, dat woordenspel. Hè? Het doek mag van 1. En zoals jullie weten de derde prijswinnaar krijgt 2 keer de kans om 1 prijs te vangen. De tweede prijswinnaar krijgt 3 keer de kans om 2 prijzen te vangen. En de eerste prijs mag 6 keer de kans geven om 4 prijzen te vangen. Een schitterende Franse klok. En hij is plusminus uit 1875, dus meer dan 100 jaar oud. En met cartouche, dit moet ik erbij zeggen voor de kenners. Verder is dit een, weet ik toevallig, een Engelse, originele Engelse schoolklok.